Kreeft, de hoge priesteres, aardeenergie. Deze volle maan, tweede volle maan, deze blauwe maan in oktober, zorgt ervoor dat je meer op je intuïtie afgaat. Alles wat van buiten afkomt, weeg je af. Klopt het in je gevoel, in jouw denken? Zo niet, laat het los. De hoge priesteres, wat ook staat voor sterke stierenenergie, maakt het zo synchroon met de volle maan in stier. Nu meer dan ooit op je eigen onderbuikgevoel vertrouwen is het beste wat je kan doen. Pentacles 10 staat voor overvloed in alle vormen van het leven. Met jezelf, je huis, je financiële basis en carrière. Een perfecte balans. Het is zeer bevredigend. Dit is waar je naartoe gaat, waarnaartoe je op weg bent, of waar je je bevindt op het moment dat je dus veel meer op je intuïtie durft te vertrouwen. Al het andere, datgene wat jou niet dient en dat niet bij jou hoort, vooral het karmische, mag je afsluiten. De hoge priesteres, volgens het boekje. Geheimen, mysterie, de niet ontsluierde toekomst. Pentakels 10, volgens het boekje. Een man en een vrouw onder een poort die toegang geeft tot een huis en een domein. Divinatie, winst, rijkdom, familiezaken, archieven, vereffening, het voorteken van een familie.